Tiberis met zijn Songfestival, jongens, aflevering 3 alweer. En vandaag gaan we het hebben over Rotterdam Laat Je Horen. Er gebeurt natuurlijk heel veel binnenshuis door corona. En ontzettend veel Rijnmonders doen mee aan Rotterdam Laat Je Horen. En hebben hun eigen Songfestival hit gemaakt. Of ze hebben een bestaande hit bewerkt. En een aantal van die mensen ga ik vandaag in deze aflevering bezoeken. En heb ik onwijs veel zin in. Het belooft heel muzikaal te worden. Goedemiddag. Hey Sarah. Hoi. Dingedong. Kom naar boven. Druk je nog op een knop? Yes. Oh ja. Ik ben onderweg naar Sarah Burger. En Sarah heeft een nummer ingestuurd als inzending voor Rotterdam Laat Je Horen. En het is een Spaans nummer. Ik ben heel benieuwd. Hey, hi. Hallo, dag. Todo es perfecto si estás en mi lado creando una nueva ciudad. Voor het Songfestival heb ik, ik ben eigenlijk gewoon op zoek gegaan. Ik wilde eerst misschien een Nederlands liedje doen. Ik zie een ster, zat ik over na te denken. Oh ja, ik zie een ster. Dat zong mijn moeder altijd voor me. Ik kan net zeggen, dat is voor jouw tijd. Ja, klopt. Maar mijn moeder zong dat altijd voor me. Maar dan heel zachtjes, zeg maar als een slaapliedje. Ah, ja, was heel mooi. Dat is een emotionele... Ja, maar toen dacht ik van, nou ja, weet je, ik denk dat niet zo heel veel mensen een Spaans liedje zouden doen. En die zit natuurlijk altijd wel volgens mij in de top 5 of zo van het Songfestival. Ja. Dus ik dacht van, nou, misschien is het ook leuk om te laten zien als Rotterdammer dat we ook voor andere landen staan. Ja, het verbindt ook toch? Ik bedoel, en, we zingen in alle talen. Want wat is de titel van jouw nummer? Tu canción. Tu canción. En wat betekent dat? Want ik spreek geen Spaans. Jouw lied. Jouw lied. Ik heb nog nooit zo gezongen met iemand zo dichtbij. Ik ben getest, dat scheelt. Nunca llegué a imaginar. Que viajar a la luna sería real. Lo pones todo al revés cuando besas mi frente descubren por qué. Mooi. Eenmaal publiek, het is wel heel intiem. Zo, dat was Sarah met wat mij betreft een prachtige opening van deze uitzending met dat schitterende Spaanse lied. We gaan nu naar Jody, of Jody, en die doet iets heel anders. Die doet namelijk het kippenlied van Jetta. Ik ben benieuwd. Ja, en ik zei net Jetta, maar het is natuurlijk Netta van de kip. Maar we gaan nu naar Jody kijken wat ze ervan gemaakt heeft. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preachers. Welcome boys, too much noise, I will teach you. Bam bam badu, bam bam badu. Dit zou ik nou nooit zingen. Nee. Nooit. Nee. Maar ik dacht, ik kan het misschien zo maken dat ik het wel zou zingen. Want normaal gesproken zing ik alleen maar hele zielige muziek. Ja. Waar je eigenlijk altijd bij moet huilen, dat is mijn sterke kant. Dat is je sterke kant. De depressie een beetje lekker naar voren. Nou ja, weet je. Want ben je neerslachtig iemand? Ben je iemand met sombere gedachten? Nee, juist niet. Ik denk dat het juist die balans is. Ik ben over het algemeen super vrolijk juist. Ja. Maar vrolijke liedjes zingen, dat gaat dus niet. Ik denk dat het een soort de yin en yang is of zo. Dat je toch een beetje in balans moet blijven. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. He's a boy. He's a boy. Ze doet een kip na tussendoor. Ja. Nou zou ik je zeggen, het is moeilijk om op een gedeprimeerde manier een kip na te doen. Dat heb ik er niet in gedaan. Nee, depressieve kip. Ik dacht van misschien dat ik het heel langzaam doe. Maar nee, dat ging niet. Dus dat heb ik eruit gelaten. Ja. Maar er zit eigenlijk best wel een diepere boodschap achter het liedje ook. Klopt. Dat had zij zelf ook al steeds. Ja. Dat droeg ze ook uit tijdens de interviews die je zag toen rondom het Songfestival. Ja, ik vond dat juist, dat trok mij heel erg aan. Want ik dacht, eigenlijk is het een soort call to action voor vrouwen van spreek je uit, gebruik je stem, je hebt een stem. En toen ik dus het Rotterdam Laat Je Horen zag, dacht ik, ik laat me horen. En toen, we gaan gewoon op. En dat was hem. Het is goed dat je de kip eruit geschreven hebt. Die past hier niet bij. Ja. Ja, inmiddels in goede gezondheid beland in Hoogvliet.
in een soort oude sporthal, een gymzaal. Het is anti-kraak, heb ik me laten vertellen. En hierin is Choi Lessons gehuisvest. De muziekschool van Sebastian Choi. Dit is een van de lokalen. We hebben hier 5 lokalen ter beschikking. Hier wordt onder andere gitaarles en keyboardles en zangles gegeven. Dat geldt ook in de andere lokalen. En aan de uiterste rechterkant van de sporthal wordt drumles ook gegeven. Dat is wat hier allemaal gebeurt. Ja. En wat is de connectie van jouw muziekschool met Rotterdam Laat Je Horen? Nou oké, okay, ja, laten we een lied schrijven om de mensen een warm hart toe te dragen om deze moeilijke tijd door te komen. Dat was mijn insteek en vandaar dat heb ik toen een zangeres gebeld waar ik altijd mee samengewerkt heb. Oké, okay. En zij is er niet meer? Nee, ze is helaas ziek en dat is heel spijtig, maar misschien kunnen we haar straks video bellen. Hallo Sas. Hallo. Sas, je zit gelijk in de uitzending. Dag, ik ben Richard. Met Richard. Hey Richard. Ja Sas, dan stel ik voor dat jij start en dan moet ik maar even op jou invallen of met jou meespelen, anders gaat het door de vertraging, zal dat niet goed gaan. Dat merk ik ook met de studenten. Geweldig! Applaus! Zo zie je maar weer. Ziek of niet, je kan altijd muziek maken. Ja, en inmiddels ben ik beland bij het huis van Hugo. En Hugo heeft samen met Nigel een geweldige songfestival medley gemaakt. Allemaal nummers die we kennen. En Nigel is op dit moment, als het goed is, bij Hugo. Zo. Het is een heel songfestival op zich. Ja, het is muzikaal. Het is muzikaal, zeg, hebben we een goede bel. Wat zijn jullie van elkaar? Collega's. Collega's. Ja. In de muziek. In de muziek. This is where the magic happens. Ja, ik heb het in de gaten. Ja. Maar wat is nou het goede aan die songfestivalnummers? Kan je zeggen van, ja, echt een goed songfestivalnummer, dat voldoet daaraan? Ja, ik ben er eigenlijk achter gekomen. Zeker ook omdat wij natuurlijk ons bezig hebben gehouden met de wat oudere liedjes. Hè, die al een aantal jaren liggen. Maar dat je daar wel merkt dat het eigenlijk door de eenvoud, in het eerste horen, hè, eenvoud van de liedjes. Maar dan ga je ermee aan de slag en denk je, ja, er zit toch eigenlijk... Vertraaien. Jij viel helemaal over ABBA heen met Waterloo. Ik wou net zeggen, ABBA, dat is echt muziek die heel makkelijk lijkt, ja. Maar dat is het niet. Nou, dit is jouw Richard, dit ken jij, hè? Waterloo, I was defeated to Wonderwall. Waterloo, promise to love you forevermore. Oké, Rijnmond, daar gaan we hoor. En een ouwetje uit Israël. Halleluja, heaven and earth. Halleluja. Nou, geweldig. Nou ja, ik zeg je, als Django uitvalt, dan kunnen wij gewoon zo, hoppatee. Ik denk ook nog dat ze niet in de gaten hebben dat dit nummer ooit alles geweest is. Helemaal niet. Nee hoor, daar komen wij zo mee weg. Doei doei. Gezellig, je bent overal welkom als je bij Rijnmond werkt. Ja, en inmiddels sta ik hier in een park, een soort urban-achtig gedeelte van Rotterdam dat ik eigenlijk niet kende. En ik sta hier naast de helft van het duo Jenny en Cruz. Jij bent Cruz. Ja, klopt. En Jenny ligt thuis met corona. Klopt helemaal. Die kan er helaas niet bij zijn. Helaas. Cruz, ik ben blij dat jij er bent. En leg me eens uit, waarom staan wij hier in het park? Hier in het park is het clip gedeeltelijk geschoten. En hier is ook de plek waar ik het eind van mijn nummer heb geschreven, de laatste teksten. Oh, oké. Okay. Dus het is een bijzondere plek voor jou als het op dit nummer aankomt. Hoe heet het nummer? Niet dromen, maar doen. Was jong en op 13, zo een jaar of 10. Besef van het leven droom binnen, begon het anders te zien. Was zoek naar een manier om mijn gevoel te kunnen delen. Intussen loop gefascineerd hoe mijn woorden kon gaan spelen. Pakte pen en papier en bracht het bij de combinatie. Ik ging los in creativiteit, was trots op mijn creatie. Maar ondanks alles bleef ik door schrijven en me vertalen in de muziek. En nu begin ik te schijnen, het is niet dromen, maar doen. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen.
het is niet dromen, maar doen. Oké, jongen, nou geweldig. Ga allemaal de clip opzoeken. Onwijs bedankt, heel erg veel succes. En ja, zo zie je me weer, van meezingers van nummers van 30 jaar geleden, tot een rap, tot een bewerking van een nummer van Netta. Het kan allemaal bij Rotterdam Laat Je Horen. Ik heb heel erg genoten van iedereen vandaag, zeker ook van jou. En ik zie u hopelijk volgende week bij aflevering 4. Tot dan.